En welkom bij een nieuwe video. Laat het daarop houden wat voor video dat is. I don't know. Oké, wat dat een vraag is, of dat ik al weet wat dat deze video zou zijn. Nee. Nu weer een stukje licht. En Turkom. Ja, zo gaat de hele tijd zijn. Nee, grapje. Ik ben even zijn dat deze binnen een kortste seconde. Ja, het over ronsen. Oké, dus ondertussen weet ik welke video dat is wordt. Laten we het eerst hebben over het ontslag van onze goede vriend Chriske Janssens. Hij is buitengesmeten op Lokeren. Door de slechte resultaten, en dat kunnen we ook wel zien. Omdat wij staan nu vijfde met amper 20 punten. Terwijl wij in het begin gelijk 12 op 12 hebben gehaald. Dus deze is totaal een andere richting uitgegaan dan wij allemaal hadden verwacht. Dat is niet goed. Onze volgende wedstrijd is tegen Ronse. Dan gaan we deze man zijn. Die gaat Christians vervangen, tijdelijk. Om, ja, kunnen, want Ronse heeft onlangs ook. Ten eerste zijn trainer, zijn trainer. Oké, dus hier nog iets voor de duidelijkheid. Dit gedeelte waar ik nu omcirkeld heb, wij staan vijfde met. Wij staan vijfde met hierdoor. Dat is onvoldoende. Dus hebben ze Chriske Janssens ontslagen. Oké, dus Chriske Janssens is ontslagen nadat hij ook de match tegen Oudenaarde heeft verloren. En Geert Dierinks en Danny Veit, dat zijn deze mensen die in beeld gaan komen ofzo. Ja, dus dat zijn die mensen die ons voorlopig uit de nood gaan helpen. Chris Janssens is in het begin van het seizoen naar Lokeren gekomen. En in het begin van het seizoen vlotte dat ook redelijk goed. Eigenlijk heel goed. Dus ja, dat is wat irritant eigenlijk. Maar die was ook wel begrijpelijk. En ik ga kijken of ik hier. Ja. Dus dat is deels ook wel begrijpelijk dat hij nu is ontslaan, omdat ons doel was oorspronkelijk echt te vechten voor promotie. Oké, die kans is er, maar die wordt steeds kleiner. Ja, momenteel, ik ga altijd nog een heel fijne, goede supporter blijven van Lokeren. Lijkt dat er ook wordt gezegd. En ja, daar zijn wij geen supporter voor. Wij willen voetbal zien, liefst terug op hoog niveau. En dat dachten wij te kunnen krijgen, wat dus niet het geval is. Jammer, maar helaas. Ja, en dan, dan de volgende match hier is op Ronse dat we gaan spelen. Ronse staat, dat is trouwens, als ik deze video opneem, over 3 dagen, 4 uur, 52 minuten en zoveel. Maar Ronse staat, zoals we hier kunnen zien, een klassement. Staat Ronse, waar staan jullie Ronse? Ha, Ronse staat 16e. Hier zo. Met 4 punten. Dus dat is verdorie 16 punten achter ons. Dat is niet goed. Hopelijk kunnen wij daar wel van winnen. En ja, we weten wel. We moeten gewoon winnen. Want dat is voetbal. Wij willen winnen. Wij willen winnen. En waar dat deze video naartoe gaat, I don't know. Ronse misschien, hè. Zo, ik heb er even deze meegepakt. Wat moeten we precies weten over Ronse?
Ja, we spelen dus zaterdag tegen Ronse. We kunnen daar ook meteen ook een clash noemen tussen, nee, dat hier staat, twee gewonde dieren. Want ja, ze zijn beide verloren. Onze laatste match. En meteen ook onze coach verloren, ook beide. So, we gaan kijken wie dat er nu echt gaat winnen van elkaar. Dan hebben we hier de geschiedenis van Ronse. Ronse is eigenlijk vrij oud, want ik kreeg bij blijkbaar stamnummer 38 en is na zowel KK-Gent, KA-Gent en Racing Gent een van de oudste clubs. Kwam in 87 zijn ze gefuseerd met Orpheil Krukke. En daardoor is dus de nieuwe naam KSK Ronse geworden blijkbaar. Zijn begonnen in het tweede provinciaal onder Frankie Durie, die hen terug naar eerste provinciaal leidt. En Frankie Durie komt nu in beeld, die naam komt me echt wel bekend voor eigenlijk. Vanaf 2017-2018 is Ronse in tweede nationale gekomen. En ja, Ronse is de rode lantaarn, laten we zeggen. De trainer moest vertrekken, dus hier staat, ik citeer, ik moet jullie niet vertellen hoe dat gaat, zeker geen resultaten, trainer aan de deur. Niet dat dit geen oplossing is, maar dat is wat er gebeurt in het voetbal. Ook hier. Erik Rios deed zijn, als het Erik Rios is wat er staat, Erik Rios deed zijn job goed, maar in late plaats werd en wordt hem zwaar aangerekend. Ja, dus de trainers buiten. Over trainers gesproken die buiten zijn gesmeten. Chriske Janssens was dus ook buiten gesmeten. En dan gaan wij op zoek naar onze goede vriend Dingskinne. Zie je wat ik hem heb gevonden. Hey, gelijk dat er hier ook staat, is Geert en Danny gaan ons morgen, dus waarschijnlijk als deze video online komt, vandaag, hopelijk naar de overwinning leiden. En ik had er juist nog iets gezien of zo, maar dat is niet precies voes. Ja. Maar zwat. Ik hoop gewoon dat jullie nog iets meer bij zijn nu. En ja. Dit was de video. Zo. Later. En arrivederci. En doei. Stella, met de kratjes Stella. Gewicht te heffen met een blonde leffa.